Zaterdagavond ontvingen Vitesse-fans en Vitesse-eigenaar Jordania Airborne-veteranen in het Gelredome. Prima, gewoon meedoen. Ik sta hier bij Supporters Home Monnikenhuizen, het thuishonk van de supportersvereniging van Vitesse. Deze vereniging is al heel erg lang druk met de organisatie van de festiviteiten rond de Airborne veteranen. En ik sta hier tevens naast de voorzitter van de supportersvereniging, Stef ten Tij, en aan hem wil ik heel graag een paar vragen stellen. Stef, kun jij mij vertellen wat jullie allemaal gedaan hebben de afgelopen maanden om dit allemaal mogelijk te maken? Nou, allereerst hebben we geprobeerd om een alternatief programma te bedenken voor het geval dat we geen wedstrijd zouden hebben. Als we door waren gegaan in Europa. Daar waren redelijke plannen voor, maar die hou ik nog even stil voor als we misschien een andere keer geen wedstrijd hebben. Vanaf het moment dat de wedstrijd, of dat wij niet meer langer Europees speelden, is dezelfde dag is de aanvraag de deur uitgegaan om de wedstrijd te verplaatsen naar de zaterdag. Dat was dan stap 1. En vervolgens zijn we gaan organiseren. Meubilair, drank, facilitatie voor de doedelzakspelers die op de achtergrond te horen zijn. Overleg met de club, kaarten organiseren, sfeeractie organiseren. Kortom, ja, best wel druk geweest. Nou doen jullie dit voor de zesde keer. Jullie organiseren dit voor de zesde keer. Merken jullie dat daar steeds meer respons op komt? Of hebben jullie nog problemen met het organiseren en aantrekken van bijvoorbeeld sponsors? Nou, we hebben in Hartingbank een hele goede sponsor. Die opnieuw voor 3 jaar verlengd heeft. Dus we kunnen voorlopig 3 jaar vooruit. Dus sponsoring is niet zo'n probleem. Mensen waar we aankloppen. Gelredome voor korting op muntjes. Armenverhuur voor het meubilair. Iedereen wil wel korting geven. Iedereen wil wel meewerken. In het begin ging dat lastiger. Maar nu het bekend evenement begint te worden. Ook bij Eredivisie Live, bij de KNVB. Ja, merk je dat het wordt makkelijker. Zeg maar, goed, de sponsors dus geen gebrek, maar je moet wel mensen hebben die het organiseren. Hoe is dat geregeld bij jullie supportersvereniging? Wij hebben een vrijwilligerskorps van 100 man. En daar zijn we ook ontzettend trots op. Het is het hart van onze vereniging. Als die er niet waren, konden we helemaal niks doen. En wij hebben het zelfs al aangedurfd toen de doedelzakkers hier een keer moesten blijven slapen in het supportershome. Om zonder overleg met hun te zeggen, ja, gaan we doen. Omdat we gewoon weten dat wij kunnen rekenen op onze vrijwilligers. Dus de doedelzakspelers die komen ook heel graag terug om hierbij aanwezig te zijn. Wij hebben zelf het gevoel dat ze zich altijd erg welkom voelen. Oké, zeg maar dan nog een wat serieuze zaak. De veteranen die worden steeds ouder. Wat doen jullie straks als, ja, het is niet te vermijden, de laatste er niet meer is? Nou, daar zijn we natuurlijk over aan het nadenken geweest. Daar wordt overigens ook een veteranenland over nagedacht. We gaan door. Er moet herdacht worden. De Airborne is zo groot en zo bekend en verdient zoveel respect. Dan gaan we door met hun kinderen, kleinkinderen. We gaan zien hoe we blijven in overleg met de Stichting Airborne Herdenkingen. En daar gaan we samen weer andere mooie dingen mee bedenken dan. Dus we kunnen erop rekenen dat dit soort bijzondere wedstrijden, althans de organisatie eromheen, voor de veteranendagen, dat door blijft gaan. Voor de supportersvereniging Vitesse is het geen probleem. Als de club mee blijft werken en als we wedstrijden blijven krijgen op die bewuste zaterdagavond, dan blijven wij ook doorgaan. Maar ik ga er toch vanuit dat jullie alle medewerking krijgen van Vitesse? Vitesse is hierin zonder meer heel erg coöperatief. Wat we vragen kunnen we krijgen. We krijgen de vrije hand in de wedstrijdomlijsting. Dus fantastische samenwerking. Kortom, het gaat gewoon goed met de organisatie. En ik hoop dat jullie heel veel succes hebben met deze wedstrijd. En dat we nog vaak van dit soort veteranendagen mogen genieten. Nou, dat hopen wij ook. En dit jaar wordt het zeker weer een succes. Want ik ben gisteravond bij de Arnhem Veterans Club geweest. En ik heb sowieso al, hebben zich 20 echte veteranen ingeschreven met hun families.
Vanavond gaan we naar het gemeentehuis, daar zullen er nog een paar bij komen. Ik gok op 25 tot 30 veteranen morgen in Gelredome. Die wedstrijd is dan afgelopen, maar wat gaat er dan verder gebeuren? Na afloop van de wedstrijd nemen wij de veteranen mee naar het supportershome. Daar worden ze altijd allerhartelijkst ontvangen door de supporters. De doedelzakkers spelen nog een keer in het home. We maken daar gewoon een feestje. We moeten natuurlijk een beetje rekening houden met de leeftijd van de mannen. Dus rond een uur of 10:30, 10:45 rijden de touringcars weer voor en dan gaan ze weer terug. Ik wens jullie heel veel succes met alles. Dankjewel. Thank you.
De wedstrijd was niet om over naar huis te schrijven, maar heb je het verder een beetje naar je zin hier? Ik heb het prima naar mijn zin. Maar kom je alleen voor het voetballen of is het ook een eerbetoon aan die oude mannen vanavond? In dit geval beide. Zeg het maar, hoe is het gegaan? Ja, weer een succes. Je ziet ze zitten, meer dan 100 gasten, meer dan 30 veteranen, iedereen had het naar zijn zin. Ze voelen zich weer enorm geëerd. Daar was het ons om te doen. De veteranen hebben een mooie avond. Zitten hier nog even gezellig een biertje te drinken met de supporters. Weer genoeg power om volgend jaar weer het opnieuw te gaan doen. Dus de mannen die hebben het wel naar de zin gehad? De mannen hebben het, jammer van de 1-1, maar ze hebben het wel degelijk heel goed naar hun zin. En we gaan nog even door. Straks komen de Backspipers komen nog binnen. Die gaan ook nog even spelen hier. Het wordt één groot feest nog. Komt u vanavond alleen voor het voetballen of is het ook een soort eerbetoon aan die mannen? Het is allebei, want we zijn hier al vanaf donderdagavond bezig en dat doen we al 4 of 5 jaar. U bent ook een van de vrijwilligers? Dit doen we al 4 jaar. En ik loop al vanaf 98 bij Vitesse als supporter en vrijwilliger. Maar ook met die mannen die er vanavond allemaal bij? Ja, dat hoort er allemaal bij. En is het een beetje goed gegaan allemaal? Ja, tot nu toe loopt alles in hek en we houden het redelijk onder controle. But I know we'll meet again some sunny day. Keep smiling through, just like